Marit Steenbergen na een prachtige zomer. De European Games, de wereldkampioenschappen, veel prijzen. Er is ongelooflijk veel over je heen gekomen. Dat is wel andere koek dan, hè? Ja, dat is inderdaad, dat is wel anders. Dat ben ik helemaal niet gewend. Na Baku was het heel veel aandacht. De Volkskrant en de Telegraaf. En dat, ja, dat, en daarna koppen dat ik meega naar het WK. Ja, dat is echt wel, dat is wel heel apart. Ja. Maar nu zijn we weer in de werkelijkheid, de NK hier in Tilburg. Maar je vindt het wel lekker, hè, om weer wedstrijden te zwemmen. Ja, ik vind het heel fijn om wedstrijden te zwemmen. Ik vind het echt, wedstrijden, daar train je denk ik wel voor. En ik vind het ook heel leuk om te doen. En dus ik ben echt wel blij dat ik weer terug ben nu. Vanmorgen de limiet gehaald op de 200 meter vrije slag voor de EK in Netanya. Gebeurde wat je graag wilde? Ja, ik wist niet zo goed hoe het zou gaan. Dus we hadden wel afgesproken dat ik 's ochtends niet heel rustig aan zou doen. Dus ja, ik heb wel redelijk doorgezommen ook vanochtend. Maar ik denk dat het vanmiddag moet er nog wel een tandje bij. Maar er is dit jaar meer aan de hand. Je gaat niet alleen voor de EK korte baan. Nee, ik hoop dat ik ook mee mag naar Rio dit jaar. Ja, dat is wel een beetje wel het doel. Ja. Heb je daar hele hoge verwachtingen van? Of zeg je van ja, nou, ik wil gewoon gaan en dan zien we wel? Nou ja, ik wil me eigenlijk sowieso plaatsen en dan zie ik wel. Tuurlijk, ik wil graag zwemmen daar. Ik wil graag de series of de finale zwemmen. Maar ja, dat zien we dan wel. Eerst maar gewoon plaatsen en kijken hoe dat allemaal gaat. En dan zien we het wel. Estafettes, maar ook persoonlijke nummers? Nee, ik denk de estafettes. Ja, vooral de 100 en de 200 en ook de 50 heb ik nog wel veel voor me zitten. Dus het wordt wel echt de estafette dan. Ja.